Half 6 journaal met Maartje van Wegen. Goedemiddag. Een bijzondere koninginnedag was het vandaag. Koningin Beatrix vierde haar verjaardag. Prinses Juliana was jarig, 78 werd ze. En samen met prins Bernhard vierde ze op Soestdijk haar gouden bruiloft. Alle kinderen en kleinkinderen waren erbij. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat Juliana en Bernhard op koninginnedag zo met hun gezin op het bordes zullen staan. De dag begon vanochtend met een gelukwens. Dit wordt een mooie koninginnedag. Namens u allen wens ik onze koningin, haar gezin, maar ook heel bijzonder, prinses Juliana en prins Bernhard, de kinderen en de kleinkinderen, een vreugdevolle dag toe. Breukelen, het Utrechtse dorp aan de Vecht, was dit jaar uitgekozen voor een bezoek van de koningin. Hier vierde Beatrix samen met man en kinderen haar 49ste verjaardag. Er was voor de jarige een gevarieerd programma. Hoogtepunt, een roeiwedstrijd tussen gemeenteraad en Oranjevereniging. Daarna ging het snel naar Soestdijk, feestelijk middelpunt van deze dag. Rond het paleis werd de gouden bruiloft van prinses Juliana en prins Bernhard gevierd. Met natuurlijk het Wilhelmus. Daarna een presentatie van Aruba en de Antillen en alle provincies. Hoogtepunt was de aanbieding van het nationale geschenk. En het was meer dan gedacht. Het bedrag is 3.028.209 gulden. Heel veel dank aan alle gevers, van al die vele gevers. Om 1:15 was het huldebetoon voorbij en praatte ik met prinses Juliana en prins Bernhard. Wat was het overweldigend, hè? En ik vroeg, hoe wilt u dat we u onthouden later? Ik ben altijd vooruitstrevend geweest. Ik heb altijd het land gehad aan alles wat conservatief en ouderwets was. Ik had het land aan de soort meubels waar ik in opgroeide. Mijn ouders waren niet erg conservatief. Die hebben me dingen toegestaan en dingen verteld die menig andere ouder niet zou verteld en toegestaan hebben. Ik heb helemaal geen... Ik ben woedend als ik lees in een of ander idioot blad dat voor iedere schoonzoon die we kregen, dat ik daar bezwaren tegen had. Geen woord van waar. Ik was blij met ieder van onze 4 schoonzoons. Zulke dingen, dat vind ik vervelend als ze je daarmee... Als ze later zulke dingen zeggen, ze was zo ouderwets. Ik doe mijn leven lang doe ik mijn best om niet ouderwets te worden. Feest vandaag in het hele land, met muziek en gezellig winkelen. Zoals op de vrijmarkten die overal in ons land waren. Markten waarop je zonder ventvergunning je spullen aan de man mag brengen. Voornamelijk voor kinderen bedoeld. De markten in Amsterdam zijn de bekendste. Naast allerlei tweedehands spullen ook de nodige etenswaren die gretig aftrek vinden. Straks nog meer over Koninginnedag. Bluf toch op straat. Op tafels op de Amsterdamse Vrijmarkt werd het actieblad Bluf vanmorgen door vrijwilligers opnieuw gevouwen en geniet. Gisteravond was de hele oplage bij een politieinval in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie had tot die inval besloten omdat Bluf een vertrouwelijk BVD-rapport wilde publiceren. Kennelijk had de politie toch nog materiaal over het hoofd gezien. Vannacht konden opnieuw enkele duizenden exemplaren worden gedrukt en vandaag aan de man gebracht. Meer Nederlandse hulp voor de Filipijnen.
Minister Bukman van Ontwikkelingssamenwerking, hij was op bezoek bij president Aquino, heeft in Manila gezegd dat Nederland de ontwikkelingshulp zal verhogen van 12 miljoen gulden nu tot 50 miljoen gulden in 1990. Hulp vooral voor de landbouwhervormingen op de Filipijnen. Nakasone op bezoek bij Reagan. De Japanse premier is 3 dagen in de Verenigde Staten om daar met de Amerikaanse regering te praten over de handelsbetrekkingen tussen de twee landen. Meteen na aankomst in Washington had premier Nakasone een eerste gesprek met president Reagan. Die heeft Japan gevraagd meer Amerikaanse goederen en investeringen toe te laten. Premier Nakasone op zijn beurt wil dat Amerika een eind maakt aan de strafheffing op Japanse elektronica. Ladies and gentlemen. Het is laat geworden gisteravond in Den Haag. Het kabinet vergaderde. Moeizame besprekingen waren het. Met uiteindelijk het besluit voor nieuwe bezuinigingen van 1200 miljoen gulden. Minister Ruding van Financiën had eigenlijk bijna 2 miljard gulden willen hebben. Zo 2000 miljoen gulden. Maar zijn collega's zeiden nee. Op onderwijs wordt nu 100 miljoen gulden extra bezuinigd en ook op volkshuisvesting. De rest betalen alle ministers samen, doordat ze geen extra geld krijgen voor inmiddels gestegen prijzen. En toen dat besloten was, konden de ministers naar huis. Om 2 uur afgelopen nacht. Dag heren, welterusten. Witte schapen en gelukkige schapen uit de verjaardag van de koningin. Per se. Bezweet en vermoeid kwamen ze naar buiten, de ministers die de afgelopen weken langdurig met elkaar in de clinch lagen over de nieuwe bezuinigingsvoorstellen van de minister van Financiën. Die had ontdekt dat zijn collega's veel meer uitgaven dan eigenlijk was afgesproken, bijna 2 miljard gulden. En dat geld wilde Ruding terug hebben, met name van minister Deetman van Onderwijs en minister Nijpels van Volkshuisvesting. Maar ze bleven weigeren. Pas afgelopen nacht kwamen de ministers tot het compromis. Het ging dit keer maar om een relatief beperkt bedrag. Vorig jaar om dezezelfde tijd moest het kabinet voor meer dan 10 miljard aan bezuinigingen bedenken vanwege de aardgastegenvaller toen. Maar nu ging het dus maar om een tiende deel, ruim 1 miljard. Dat die nieuwe bezuinigingen toch nog zoveel moeite hebben gekost, duidt erop dat ook de ministers zo langzamerhand het bezuinigen moe zijn geworden. Er waren de afgelopen dagen spanningen tussen de ministers. Heeft dat de verhoudingen beschadigd? Ja, er zijn natuurlijk spanningen, dat is logisch, en meningsverschillen in zo'n kabinetsvergadering. Het verrast me niet dat men toch eigenlijk tamelijk snel eruit is gekomen. Maar wel spanningen. Laat dat geen littekens nadenken? Nou, dat hoeft niet. Spanningen, dat kun je openlijk stellen, want ja, dat is ook wel bekend. Dat is natuurlijk logisch. Het is allemaal niet zo gemakkelijk. Maar ik denk, zoals ik dat bekeken heb, geen littekens. Nee. Heb ik wel. Oké. Wat rustig. Goed zo, wel te rusten, ja. Omdat de ministers de afgelopen nacht toch tot overeenstemming kwamen, kunnen ze morgen van hun collectief geplande ATV-dag gaan genieten. En dat was dan vandaag. En ieder dorp of stad viert vandaag zijn eigen koninginnenfeest. Met veel bombari, zoals in Breukelen of Amsterdam. Of meer bescheiden in een dorp als Gaast, een gehucht in het westen van Friesland. In dat dorp ging het journaal 15 jaar geleden kijken hoe daar Koninginnedag werd gevierd. Verslaggever Paul Snijder was vandaag opnieuw tussen de feestvierende Friezen in Gaast. Maar eerst een terugblik. Er in het land allerlei activiteiten en festiviteiten gefilmd. Maar we wilden om te beginnen dat hele simpele koninginnenfeest meemaken. En dat vonden we hier in een piepklein Fries dorpje, Gaast, van zo'n 200 inwoners. Waar de 29 schoolkinderen nog de spelletjes deden uit de tijd van Ot en Sien. En dit is Gaast vandaag. 1 koningin, een reeks journaalverslaggevers en 15 jaar later. Het dorp is nog steeds piepklein. En ach, Ot en Sien, zij het een beetje aangepast, bepalen nog steeds de sfeer. Thank you.
Het weer nog. Na een zonnige en droge ochtend trok later op de dag de hemel steeds meer dicht. Bovendien begonnen er toen buien te ontstaan. Ook vanavond kan er hier en daar een regen- of onweersbui voorkomen. De wind waait matig uit het zuidwesten en de temperatuur daalt naar 10, 11 graden. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar buien zullen er niet meer vallen. 'S Middags wordt het ongeveer 17 graden met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Morgen is er